Oké, jongens, we hebben bij gaschromatografie gezien dat we vooral naar vluchtige componenten kijken die in voedingsmiddelen zitten. En wat meer apolaire stoffen. Maar natuurlijk wil je ook kijken naar wat polaire stoffen. We hebben vaak wat hoger kookpunt. En die zijn goed oplosbaar in water. Nou, met gaschromatografie gaat dat niet. Met een HPLC daarentegen gaat dat juist weer heel erg goed. Het idee is weer hetzelfde. Je gaat eerst weer de stoffen van elkaar scheiden en dan analyseren. Met gaschromatografie leer je met een drager gas. Dat doen we nou niet. Met een HPLC gebruiken we daar eerder iets voor. En dit zijn de vloeistoffen. En die nemen de stoffen straks mee. Nou, die vloeistoffen moeten eventjes door een pomp. Nou, HPLC staat voor High Performance Liquid Chromatography. Ook wel een beetje high pressure genoemd. Dat komt weer in deze pomp. Die levert een hoge druk. En daarmee worden de stoffen via de autosampler naar de kolom gestuurd. Nou, bij de gaschromatograaf was dat een hele lange holle glazen buis. Hier is het een kleine kolom maar. En die is gevuld met hele kleine balletjes, poreuze balletjes met op apolair materiaal. En daarop blijven de stoffen steeds plakken. En de ene stof blijft beter plakken dan de andere. De ene stof wordt wat beter meegenomen door het element. En zal dus ook sneller uit die kolom komen. Eenmaal van die kolom af zag je bij de gaschromatograaf dat het gemeten werd met een massaspectrometer. En daarmee konden we ook via de biep mooi achterhalen om welke stof het gaat. Nu is dat in de voedingsindustrie ook voor dit soort apparatuur wel gebruikelijk om een massaspectrometer te gebruiken. Maar die zijn heel erg duur. Dus hier op school gebruiken we daarvoor een diode array detector, dat is deze. En het is als het ware een UV-vis spectrometer. En dan konden we van elke stof kunnen we een UV-vis spectrum opvragen. En op die manier kunnen we toch redelijk goed de stoffen analyseren. Nou, dit is een apparaat waarmee we typisch redelijk oplosbare moleculen meten. Er zijn ook stoffen die niet op UV-licht reageren. Er zijn ook stoffen die een lading hebben. Denk bijvoorbeeld aan kleine zuren, appelzuur, citroenzuur. Die vliegen door de kolom heen, hebben eigenlijk geen retentie hier, zijn niet te meten hiermee. Daarvoor hebben we op het Food Lab weer een ander apparaat. Maar dat vertel ik later.